Deze les gaat over hoofdstuk 8, paragraaf 3. Vandaag gaat het over het versnellen in een elektrisch veld. En we gaan kijken naar het begrip elektrische energie door het te vergelijken met zwaarte-energie. Als een steen van een hoogte valt, dan heeft hij in eerste instantie zwaarte-energie. En zodra die gaat vallen, neemt de kinetische energie toe. Het komt omdat de zwaartekracht arbeid verricht. In een elektrische situatie gaat in een elektrisch veld een geladen deeltje versnellen. In dit geval neemt ook de kinetische energie toe. En dat komt omdat de elektrische kracht arbeid verricht. Die energie moet er in het begin al zijn, want de wet van behoud van energie geldt. Dus in eerste instantie had je met de steen zwaarte-energie en die wordt omgezet in kinetische energie. En in de situatie van het elektrische geladen deeltje was er eerst elektrische energie en die wordt omgezet in kinetische energie. Hier zie je het nogmaals. Een lading of een massa van 1 kg op hoogte S valt naar beneden, de snelheid neemt toe en dus ook de kinetische energie neemt toe. Het zwaarteveld veroorzaakt een veldkracht, de zwaartekracht, en dat zwaartekracht verricht arbeid. Hier zien we een condensator met een positieve plaat aan de bovenkant en een negatieve plaat aan de onderkant. En we brengen een proeflading Q met een lading van 1 coulomb in de condensator. Die is positief geladen, dus die wordt afgestoten door de plusplaat en vliegt zo snel mogelijk door middel ook van de aantrekkingskracht van de minplaat naar beneden. En ook hier is een veld die veroorzaakt een veldkracht, elektrische kracht, en die versnelt het deeltje. Nou hebben we hier een spanningsbron gebruikt met een spanning van 3 volt. En we weten uit de definitie van volt dat in geval van 3 volt er 3 joule per coulomb aan een lading wordt meegegeven. Met andere woorden, er is hier sprake van een elektrische kracht van 3 joule. En die is eerst elektrische kracht en wordt later omgezet in kinetische of elektrische energie. En die wordt omgezet in kinetische energie. Nogmaals die definitie. 1 volt is 1 joule per coulomb. Stel, we hebben een spanningsbron van 5 volt gebruikt en het deeltje heeft 4 coulomb lading. Dan krijgt het deeltje dus 5 keer 4 is 20 joule mee en dat wordt dus kinetische energie. Er is een recht evenredig verband tussen de toename van de kinetische energie en de lading van het deeltje. Dat betekent dat delta EK, toename van de kinetische energie, gedeeld door Q, constant is. En dat komt overeen met de spanning tussen de twee platen van de condensator. En hieruit kunnen we afleiden dat de toename van de kinetische energie, en die toename van kinetische energie is dus de kinetische energie aan het eind, min de kinetische energie aan het begin is gelijk aan Q, de lading van het deeltje, maal de spanning tussen de platen van de condensator. En dit staat bekend als de versnelformule. Q is de lading van het deeltje in coulomb, delta EK de verandering van de kinetische energie in joule en UAB de spanning tussen de plaat A en B in volt. Hier nog even de condensator. Twee situaties. Stel, we hebben hier de plus aan de bovenkant en de min aan de onderkant en we gebruiken hier een pluslading, dan wordt dus de lading naar beneden versneld. We weten dat het elektrische veld van plus naar min gaat en dus ook dat de veldkracht op een positieve lading naar beneden gericht is. Dus dat klopt ook met wat we al weten van de lading. Hier zien we de situatie dat we een negatieve lading in het veld brengen. Bij een negatieve lading is de veldkracht tegengesteld aan de elektrische veldsterkte. Die is naar beneden gericht, van plus naar min. En de veldkracht werkt dus nu vanwege de minlading omhoog. Omdat er sprake is van versnelling, is de delta EK groter dan 0. En als je de massa weet, dan kun je dus de snelheid ook uitrekenen. Immers, de kinetische energie is een half m. V². Op welke manieren kom je dat tegen, het versnellen van deeltjes? Nou, onder andere in een elektronenkanon, daar gaan we straks nog even naar kijken. Het gebeurt ook in een röntgenbuis, een lineaire versneller en ook in een onweersbui. Hier zie je een voorbeeld van een elektronenkanon, zoals dat ingebouwd zit in een beeldscherm van een televisie.
Niet een moderne televisie, zo'n platte, maar zo'n ouderwetse televisie met een elektrisch beeldscherm. En wat je hier ziet is een kathode. Kathode is negatief geladen, vol met elektronen. En die stoten, doordat ze verhit worden, elektronen af. En waar gaan die elektronen dan naartoe? Die gaan richting de anode, want de anode is positief geladen. Dus die trekt de elektronen aan. Dus hier, tussen de kathode en de anode, worden de elektronen enorm versneld. Ze vliegen hier door een gat en via twee condensatoren, hier voor verticale afbuiging en hier voor horizontale afbuiging, kun je de elektronen richten waar ze op het scherm terecht moeten komen. Dit stukje, kathode plus anode, dat is dus het elektronenkanon, zoals dat hier gebruikt wordt. Hier zien jullie een röntgenbuis, ook eigenlijk hier weer hetzelfde principe. Er is hier een kathode. Die kathode die wordt gevoed via deze spanningsbron. Hij wordt verwarmd, waardoor de elektronen makkelijk loskomen uit de kathode. De kathode is negatief geladen, hier een anode, die is positief geladen. De elektronen versnellen vanaf de kathode naar de anode, botsen hier en veroorzaken hier röntgenstraling. Dan een lineaire versneller. Een lineaire versneller bestaat uit een elektronenkanon, zoals we dat kennen, dat zit hier als ingebouwd met een anode aan deze kant en een kathode aan die kant. En hier komen elektronen uit. Maar die wil je nog verder versnellen. Dus wat doe je? Je zorgt dat er een spanningsverschil is tussen het elektronenkanon en hier een buisje waar de elektronen doorheen kunnen. Hier tussen is dus een elektrisch veld en de elektronen worden versneld. En als ze uit het buisje komen, is er weer een elektrisch veld naar het volgende buisje en ook hier worden ze weer versneld. Dat is een vrij lastige schakeling om steeds allemaal spanningsbronnen achter elkaar te koppelen. En daarom gebeurt het op een iets andere manier. Ze gebruiken een zogenaamde blokspanning. En een blokspanning is een blokspanning waarbij eerst een gedeelte van de tijd, 2 seconden of 2 maal 10 tot en met 8 seconden, er 5 volt is en vervolgens min 5. In deze situatie zie je dat er dus een aantrekkende kracht is tussen de eerste buisje van de lineaire versneller en de tweede. Dus deze is negatief geladen en die is positief geladen. Als je nu niets zou veranderen, krijg je een probleem, want deze is natuurlijk weer negatief geladen en dat kan niet, want je wil op dat moment deze ook weer positief en negatief en positief hebben. Daarom moet de spanning steeds omkeren en dat gebeurt door middel van deze blokspanning. Wat eerst hier negatief was, is nu hier negatief, deze is positief en zo kan de elektron de volgende sprong maken naar het volgende buisje. Je ziet dat de buisjes steeds langer worden, dat is ook logisch, want de frequentie waarin dit gebeurt is hetzelfde, maar de snelheid van de elektronen neemt enorm toe. Dan de begrippen. Het begrip elektrische energie. Hoe een elektronenkanon werkt met de kathode en de anode. De röntgenbuis, ook weer voorzien van een kathode en de anode. En ook de lineaire versneller, met eerst een elektronenkanon en dan een hele reeks buisjes, die door middel van een blokspanning steeds van lading wisselen. En tenslotte de versnelformule. Toename van de kinetische energie, delta EK, is gelijk aan Q, de lading van het deeltje, en UAB, de spanning tussen de twee platen. Zorg dat je deze begrippen goed begrijpt, dat je goed de formule doorhebt. En in de les gaan we verder oefenen met deze lesstof. Veel succes de voorbereiding op deze les.